Goedemorgen, meneer. Ik heb geen vizier meer, dus ik kom even een brilletje uitzoeken. Om mee te gaan rijden? Nee, dit is... Nee, kijk eens naar de helm. Die helm is ook absoluut niet goed meer. Zet hem maar eens af. Kijk, je ziet het. Er zit niet eens een interieur in. Het vizier, wat je al aangaf. En hij zit vol met beschadigingen. Deze helm? Nee, niet meer mee de weg op. Nick, nou ben jij motorkleding-expert. Kun jij mij dan advies geven over wat ik wel nodig heb? Ja, vanzelfsprekend kan ik dat. Laten we even naar boven lopen. Ja. Nou ja, hier hebben we verschillende soorten helmen. Ja. Dit is een zogenaamde jethelm. Zoals je kan zien, heeft geen kinbak, maar gewoon open. Dus een ontzettend vrijheidsgevoel dat je krijgt tijdens het rijden. Lekker de wind door je haar heen. En daarnaast hebben we een integraal helm. Zoals je kan zien, deze helm beschermt je volledige gezicht. Het is allemaal uit één stuk, dus dit is een super veilige helm. Verder hebben we nog een zogenaamde systeemhelm. Systeemhelm is eigenlijk een helm die omhoog kan openklappen en weer dicht. En hij heeft natuurlijk ook weer een goedgekeurde kinbak, dus ontzettend veilig ook. Leuk is dat we ook nog een combinatie hebben van een integraal helm, zoals deze, en een jethelm. Ik kan hem je laten zien. Je ziet hem hier met kinbak, is volledig gekeurd, goed gekeurd. Ja. Dus dit is een integraal helm. Maar het mooie is, je haalt hem eraf en je hebt een jethelm. Misschien leuk om een keer te passen. Ik zal hem eens opzetten. Ja. Nick, wat moet je nou eigenlijk op letten als je een helm past? Nou, laten we beginnen met het kinbandje om die vast te maken. Op het moment dat je die vastmaakt, moet je ongeveer twee vingers eronder kunnen stoppen. En dan weet je in ieder geval dat die goed vast zit. Hè? Dat die niet van je hoofd af door de rij wint. Ik zal eventjes het kinbakje erin stoppen. Kijk, je hebt nu een volledig integrale helm. Belangrijk is dat je druk voelt. Hè? Druk voelt op je wangen, druk voelt op je voorhoofd. Maar het mag niet knellen. Het mag eerder een beetje knellen bij de wangen, maar niet op je voorhoofd. Dus we hebben hem vastgezet, knik maar eens ja. Kijk, dan heb ik het idee dat hij hier al goed zit. Als je nee knikt, zie je, je kan je hoofd een klein beetje bewegen, maar niet te veel. Dus je voelt als het goed is wel wat druk. Dit moet in de regel, zou die goed moeten zitten bij je. Oké. Ja. Nick, gelden die gouden pasregels eigenlijk voor al deze helmen, voor iedere soort? Ja, in de regel mag je dat voor zowel de Jet integraal als de systeemhelm, gelden die regels daarvoor. Oké. Ja. Nick, nou heb ik een helm. Ja. Maar hoe zit het met de rest? Nou ja, de rest. Laten we met het schoeisel beginnen. Hè? Want met deze schoenen loop je op straat en dan ga je niet mee op de motor zitten. Daarvoor heb je echt de motorlaarzen nodig. Zoals deze bijvoorbeeld. Nou, zoals je ziet, hè, deze laarzen. Goede protectie bij de schenen. Op je enkel. En achter bij je hak. De schoen is volledig gemaakt van leer. Dus dit is gewoon nou een echte goede motorlaars. Waarom heb ik die bescherming nodig hier? Nou, kan je voorstellen dat stel je maakt een schuivertje en je zou met je voet geklemd tussen het asfalt en je motor zitten. Met dergelijke schoenen die je nu aan hebt, ga je dat niet prettig vinden. Hou ik geen voeten over? Nee, daar hou je geen voeten over. Geldt dat ook voor je handen? Ja, inderdaad. Geldt ook voor je handen. Kijk, zonder handschoenen bevriezen je handen eraf. En zonder handschoenen, bij een valtijd, dan schaven je handen eraf. Dus dat wil je ook niet hebben. Dat wil je niet hebben. Handschoenen, protectie, net als bij de laarzen, op de juiste plaatsen. Hè. Zoals je hier kan zien, hier ook een protectie. Hoge handschoen, lekker van leer gemaakt en ja, super grip. Handschoen ontzettend belangrijk tijdens het motorrijden. Absoluut. Ik heb een helm, ja. Ik heb handschoenen, ja. Ik heb laarzen. Ja, wat heb ik nog meer nodig? Ja, je hebt gewoon nog een motorpak nodig. Ja, dit, hartstikke leuk hè, als je op straat gaat lopen, maar op de motor niet doen. Absoluut niet. Op het moment dat je een schuivertje maakt, je jeans die vervaagt binnen 2 seconden. Hè, en daarna zijn je benen aan de beurt. En hetzelfde geldt ook voor je shirt. En voor je armen. En voor je armen. Het is gewoon niet veilig. Ja, en daarvoor hebben wij speciale motorpakken. In dit geval heb ik hier 2 motorjassen hangen. Een leren en een textiel jas. Vroeger was het zo, men zweerde bij leer.
Het textiel, dat was gewoon nog niet goed genoeg om dezelfde eigenschappen als het leer heeft te kunnen evenaren. Tegenwoordig is het een heel ander verhaal. Het textiel is ontzettend ver doorontwikkeld, dat het eigenlijk vrijwel dezelfde eigenschappen heeft als leer. Dus het gaat om een persoonlijke voorkeur. Het is net inderdaad. Wat je het mooist vindt. En... Ja, wat je het mooist vindt, wat vind je het fijn zitten, wat staat het beste bij mijn motorfiets. Pas deze anders eens, Jaap. Dan zou ik je vertellen waar het om in gaat. Kijk, je ziet het al. Hij zit gewoon perfect. Hij sluit goed aan. Protectie zit op je schouders, hè? Precies op de juiste plaats. Als je arm ietsjes buigt, want je zit ook immers een beetje gebogen op de motorfiets. Hier de protectie. Ja, nogmaals, hij sluit perfect aan. De broek die erbij hoort, die ritsen we eraan vast. Ja, dan kan je de weg op. Dit is dus het belangrijkste, hè? Dat die protectie echt op de goede plek zit. Juist, juist. Op het moment dat je een te grote jas zou hebben, hè, en je zou vallen, dan draait je pak mee. En automatisch ook je protectie. Ja, dat heeft geen nut meer dan. Hier heb ik een mooie motorbroek. Combinatie leren textiel. Ik zou zeggen, pas hem eens aan. Kijk, als je in een iets gebogen toestand, hè, want het gaat erom hoe je op de motorfiets zit. Nou, laten we een klein beetje buigen. Protectie zit perfect op je knieën, op je heupen. Ja, dit is gewoon goed. Hè. Hey Nick, ja. Dan ben ik helemaal beschermd, ja. Maar dan heb ik nog geen zonnebril. Jawel. Zo. En nu kan je lekker de weg op. Dat was mooi. Jaap, neem je rotzooi mee?